10 jaar geleden toen zo hard voor, weet je wel, met die sneeuw toen. Ja, dat is echt lang geleden. Toen ik voor het eerst, toen had ik, ja, dat is echt al heel lang geleden. Ja, toen had ik zaak hier. En al die jaren daarna was dit allemaal bevroren. Het vriest, -3, -4. En dan weet je, het is lijden geblazen in de natuur. De vogels lijden kou. En misschien ook wel honger. Ze staan te kleumen in de sloten. We staan hier bij Oldgersplaat, de woonplaats van Sjaak. Dat is mooi, Sjaak. Waar? Waar zie je de lijster? Die vloog van die. Gisteren was ik al een rondje gaan doen. En toen was ik bij zo'n slootje, bleven ze gewoon 3 meter van me vandaan zitten en gingen ze gewoon door met fourageren. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want wanneer zie je nou een watersnip van 3, 4, 5 meter vandaan? Normaal vliegen ze, als je ze ziet, zie je ze alleen omdat ze wegvliegen. Dat was natuurlijk prachtig. En toen had ik er zo'n zonnetje bij. In elke sloot zien we er wel een paar. Zeker in die sloten waar geen ijs is, waar het water nog stroomt. En waar die watersnip in de modder naar voedsel kunnen zoeken. Weet je zo'n plekje, ja, dan is de kans groot dat je daar watersnippen ziet. Dus dat is een uitgelezen kans om naar snippen te zoeken. Maar we zagen ook een wulp en die zocht ook in de randen naar voedsel. En zelfs nog een wit gatje. Helaas geen bokje, die hopen we natuurlijk ook altijd. Maar alleen maar watersnippen gezien. Rond Oldgersplaat waren we op zoek naar watersnippen en we vonden ze in grote getalen. Ja, het is echt donker. Hier is er allemaal regels daar, blauwe daar. Ja, en dan nog een witte. Schitterend. Ze peuren echt schuin onder het ijs. Ja, he. Snel, hè? Snel. Ja, lijken net naaimachientjes. Ja, bizar. Ja, inderdaad.